Hey, hallo iedereen, welkom op deze nieuwe video en deze fantastische dag. Ik hoop dat alles goed gaat. Um, en vandaag wil ik het hebben over zelfvertrouwen als les voor je ziel. Dus zelfvertrouwen en vertrouwen. Want wanneer je regelmatig opstaat en uitdagingen ontvangt met betrekking tot vertrouwen, uh, weet dan dat het nooit gaat om de anderen. Vertrouwensproblemen zeggen eigenlijk niet zo voor het feit of dat de ander vertrouwen is of niet, Integendeel, het zegt wel iets over de mate waarin jij kan afstemmen en gaan leunen, vertrouwen op je verbinding met de bron en dus met het universum. Dus met je eigen ziel. En zowel in die asflaam als in het nemen van beslissingen in mijn onderneming kwam het thema vertrouwen vaak naar boven. En telkens wanneer ik geen keuze kon maken of niet goed wist welke weg ik mocht gaan nemen, bleek het telkens te zien omdat ik eigenlijk onvoldoende in mezelf vertrouwde. En dan kwamen vragen of ideeën of gedachten vooral. Als van, had ik het wel goed gehoord? Of maakte ik mezelf iets wees? Of voelde ik het wel goed? En kon dit wel, kan dit wel echt zijn? Of is het eerder wishful thinking? Uh, telkens was er dus eigenlijk de twee strijd tussen het volgen van mijn logische verstand enerzijds en mijn hart en mijn buikgevoel of intuïtie anderzijds. Nu, wanneer je verder loopt op pad van bewustwording, dan kom je hoe dan ook die les van vertrouwen tegen. En dat is de les wat je eigenlijk leert afstemmen en vooral leunen op de verbinding met het universum en die bron diep in jezelf. En op dat moment leer je af te kikken van iets buiten jezelf als bevestiging. Of het nu gaat over relaties of iets anders, het leren vertrouwen in jezelf betekent automatisch ook dat je niet meer afhankelijk bent van iets buiten jezelf voor die bevestiging. Ook niet als het gaat om het invullen van liefde. Dus wanneer je. Niet voldoende vertrouwt in jezelf en in de leiding die je krijgt, dan is het belangrijk dat je weet dat het universum je altijd een antwoord geeft. Ook al lijkt het niet altijd zo, maar het universum geeft jouw antwoord. Door nog niet te geven wat je denkt nodig te hebben, of anderzijds door net genoeg te geven zodat je die bevestiging krijgt en vertrouwt dat je op de goede weg zit. Nu, controle houden en zelf proberen alles in te vullen vanuit het referentie je hebt, is eigenlijk net het tegenovergestelde van vertrouwen. En ja, dat zit echt doorheen zo details en patronen verweven, waardoor dat we het zelfs niet meer kunnen. Dus diep vertrouwen is je laten leiden. en echt alles doen wat je doorricht. Je zou het kunnen zien als het hebben van een ja-dag. Soms zie je daar wel films over of ideeën over, uh, waarbij je dat eigenlijk doorheen jouw dag altijd maar ja zegt. En altijd maar ja. En echt kansen uh, uh, aanneemt en gewoon echt alles gaat doen wat dat je buikgevoel jou aangeeft. Ook al slaat de angst toe op allerlei mogelijke manieren. En hoe meer je dat doet en jouw intuïtie en je krijgt gaat volgen, hoe meer ervaringen je zal hebben die jou bewijs zijn dat je intuïtie oprecht en zuiver is. En met andere woorden, je af te vertrouwen bent. Je bent in een proces van vallen en opstaan totdat je uiteindelijk een blind vertrouwen hebt in jezelf en in de leiding die je krijgt. Je weet dat je veilig bent en alles in je leven op je pad is er uit liefde voor jou om je beter te brengen. En op dat punt heb je eigenlijk het stuur losgelaten en laat je het universum de weg halen. En dat brengt zo reden, want je hoeft je niet langer zorgen te maken over details. Je houdt je doel voor ogen en het universum toont jou de stappen. Nu, wanneer het gaat om relaties met andere zielen, dan krijgt het thema vertrouwen vaak een bittere nasmaak. Want iedereen heeft wel meegemaakt dat ze bedrogen werden, zelfs dat is ze niet persoonlijk. Je kent wel iemand die bedrogen is geworden. Dus dat maakt dat we dan achterdochtig worden voor elke persoon die op ons pad komt. In plaats van net uh, te verwachten dat we een persoon met goede bedoelingen op ons pad krijgen, vertrekken we meestal omgekeerd en moeten anderen zich bewijzen om betrouwbaar te zijn. Alleen, waar ben je dan mee bezig? Ja, het klopt, veel zielen zijn gekwetst. Maar ook mensen die bedriegen doen het enkel en alleen vanuit die diepe wonden in zichzelf. En die wonden erkennen in de ander en nog meer in jezelf. Is de eerste stap naar gezonde relaties. Dus in plaats van achterdochtig in relaties te stappen, geef de ander een kans en zie jullie relatie als een onbeschreven blad, want dat is het ook. Neem jouw verleden en je wonden niet mee in een nieuwe relatie, want dan manifesteer je automatisch net datgene wat je angstvallig probeert te vermijden. Ooit zei iemand tegen mij dat ik te naïef was, en dat was omdat ik het altijd het goede in iedereen zag. Op het moment dat die persoon dat zei, voelde ik me wat aangevallen en begon eigenlijk te gaan twijfelen over de manier waarop ik in het leven stond. Nu, Na een tijdje daarover te voelen, besloot ik om niet te veranderen. Waarom? Omdat ik weet en geloof dat ik creëer wat dat ik denk. Dus kies ik ervoor om iedereen het voordeel van dit wat te geven. En blijkt dat zij beslissen om te liegen of om wat dan ook te doen, dan heeft dat ook niets te maken met mij. Maar wel het feit dat zij zich, niet, zij zich niet veilig genoeg voelen om zichzelf te zijn, om, om hun authenticiteit te doen. En bovendien is het ook een teken dat ze niet durven om liefde ten volle te omarmen. Hier komt dan ook bijna mensen dan vaak gaan denken in plaats van anderen, waardoor dat ze sociaal gepast gedrag gaan vertonen. Dus in plaats van gewoon zichzelf te zijn, gaan ze doen waarvan, dat de, waarvan dat ze eigenlijk overtuigd zijn dat dat, dat het geen is wat de ander van hen verlangt. Pff, het is lastig toch? Eigenwikkeld. Laat Altijd maar dan gaan denken. Het is zoveel eenvoudiger om gewoon lekker jezelf te zijn. En heeft de ander het niet begrepen dan op jou, waar geen probleem, dan is die persoon sowieso niet voor jou voorbestemd. Dus laat die persoon dan los. Jezelf zijn is de sleutel om zielen aan te trekken, die perfect bij je passen en waar je gewoon jezelf moet zijn om alles vlot te laten verlopen. Zo eenvoudig is het leven bedoeld. En om hiertoe te komen is belangrijk te beseffen dat liegen ontstaat vanuit ideeën, verwachtingen over hoe dat we denken dat de ander zal reageren. Dus over hoe dat we denken dat relaties moeten lopen. Of zelfs hoe dat we denken dat de ander wil dat, dat we wij zijn. Dus in plaats van het gesprek open en eerlijk aan te gaan, lopen we weg. Nu, de oplossing voor liegen is dat we elk van onszelf emotioneel volwassen worden. Want dat betekent dat je in je waarde kan blijven en vertrouwen dat de andere ook iets te leren heeft uit die ervaring. Want tenslotte gebeurt alles voor ieders grootste goed, ook al lijkt dat niet zo in de 3D. Nu wanneer je een gevoelig gesprek wilt aangaan of wanneer je angst of onzekerheid voelt, dan is het belangrijk om je eerst veilig te vloeren in jezelf, bij jezelf. Want iedereen heeft wel een ervaring waarbij je je afgewezen hebt gevoeld na het tonen van wie je werkelijk bent. Dus dat vraagt dat je dat stukje hield en dat je zeker wordt en voelt dat je goed bent zoals je bent. Ongeacht wat de anderen zeggen of denken. En wanneer je dat vertrouwen hebt en jouw zin is dan kan je je hart openen. Waardoor jouw hart dan weer de weg zal tonen. Want tenslotte, het hoofd spelletjes terwijl ons hart weet. En daarom is uw hart de weg die je mag volgen. Afwijzing ervaren is ook een reden waardoor dat we gaan controleren en waardoor we een aangepast gedrag gaan vertonen. Met de verwachting om nu wel aanvaard te worden. Maar op dat ogenblik hecht je eigenlijk te veel waarde aan al die rollen die we hebben aangenomen en dus ook aan die externe bevestiging die hiermee verbonden was. Dus door meer en meer de eigen leiding te negeren, Wordt dan uiteindelijk zelfs die eigen leiding niet meer erkend als iets waardevols. Dus net door je hart te openen, kreeg je die mogelijkheid om al die rollen die je hebt opgenomen te laten vallen. En vergeet alles wat de anderen over je verteld hebben en wie dat je echt bent op zielsniveau, want dat is jouw sleutel tot geluk. En wees je bewust dat om meer te gaan vertrouwen in jezelf, je hiervoor je muren mag laten zakken. En dat wanneer je jezelf betrapt op controleren, dat nog steeds een copingmechanisme is, maar dan de woorden een verdediging om je hart niet te moeten openen. Voel die weerstand hierbij en stel jezelf de vraag van wat maakt dat je jou nog angstig voelt om niet gezien te worden en dus om niet aanvaard te worden voor wie jij werkelijk bent. Want wanneer je jouw hart volledig opgezet worden, ik begrijp het, ik ben daar ook doorheen gegaan, maar enkel en alleen als je stopt wachten dat anderen je zijn en dat je beseft en weet dat het niet de liefde is die je kwetst, de wonden die al in jou aanwezig zijn, dat zal ervoor zorgen dat jij jou elke dag sterker en krachtiger kan worden. Dus laat je dus heel geef jezelf liefde en je zal merken dat gedrag vanuit de wonden van een ander jou niet kan. Want dat is een teken dan dat jij gegroeid en geheeld bent. Weer wat zuiver, wat krachtiger in het zijn van jezelf. En zoals je ziet, vertrouwen is niet iets wat op zichzelf staat, maar is verbonden met hoe je kijkt naar jezelf, verbonden met de liefde die je aan jezelf kan geven. En verbonden met de waarde dat jij jezelf toekent. Dus je zelfwaarde. Dus stel jezelf de vraag, hoe zit dat bij jou? Waar heb je nog wat werk te doen? Waar zijn de dingen die je nog mag aankijken? En waar kies je ervoor nog om inderdaad jezelf die muur omhoog te trekken en je hart gesloten te houden? Laat jezelf bijstaan wanneer je er zelf niet uit geraakt. Want het hebben van een zuivere spiegel is namelijk de weg om bewust te worden waar dat je diepste wonden nog in die schaduw liggen te verzweren. En dat is hetgeen dat ik ook doe met alle klanten die met mij samenwerken. Ik ga hen tonen van waar de wonden zijn, waar de blokkades liggen, zodanig dat ze inderdaad er doorheen kunnen gaan. En dat is lastig en dat is uitdagend en dat doet pijn en soms inderdaad hebben ze het liefste dat ze gewoon mij negeren als het ware, omdat ik natuurlijk degene ben die hen weer die pijn laat voelen. Maar net dat mee of iemand anders toelaten om de licht op te schijnen, zodat je ze kan verzorgen, dat is hetgeen wat dat maakt dat je opnieuw weer kan gaan stralen als de krachtige ziel dat jij bent. En daar ligt de kracht, daar ligt jouw sleutel tot geluk, tot eenheid, tot onvoorwaardelijke liefde, tot, tot overvloed, tot elk verlangen wat je nu diep in jou hebt. Dus wil je samenwerken? Kijk dan in uh, de box onder deze video. En um, ga surfen naar mijn website. Stel je vraag. Zet je comment onder deze video. Doe wat je voelt. Nu mag ontstaan. En dan kijken we op welke manier dat we jou weer verder kunnen helpen. Zo, ik wens je een fantastische dag. En dan zie ik jou opnieuw dag!